Als verpleegkundig specialist kan je zelf een behandeling aangaan met een patiënt. Dus je kan een behandelovereenkomst hebben waarbij je zelf ook medicijnen mag voorschrijven. Waarbij je zelf het beleid bepaalt. En dat gaat natuurlijk wel in samenspraak met de arts. Maar je kan eigenlijk zelfstandig als verpleegkundig specialist een behandeling met een patiënt aangaan. Wat het voor mijn werk betekent is dat ik niet meer aan bed sta als verpleegkundige. Dus ik ben echt meer een persoon waar ze altijd naartoe kunnen gaan mocht er een probleem zijn. En verder moet je je erg richten op de steun voor een patiënt. Het is vaak een hele lastige periode waar ze doorheen gaan. Dat je je wel richt op het emotionele en psychosociale vlak. Dat is heel belangrijk. Ik zie hier in het Erasmus vooral patiënten met pancreascarcinoom, dus alvleesklierkanker. Je wil heel veel voor ze kunnen betekenen, maar het kan niet altijd en dat maakt het complex. In het Erasmus MC vindt veel plaats wat betreft studies, trials, onderzoeken. En zo doet ook professor Van Eyck onderzoek naar de immunotherapie en de viro, eigenlijk de viro-immunotherapie genoemd. Waarbij wordt gekeken of het lichaam zelf de kankercellen als het ware kan opruimen en kan tegengaan. Het Erasmus MC stimuleert sowieso de vervolgopleidingen van verpleegkundigen en zeker ook tot verpleegkundig specialist. Het Erasmus MC is een hele goede plek voor ambitieuze mensen, voor jong en oud. Je kan heel veel kanten op en er zijn heel veel mogelijkheden. Ik ben heel trots om bij het Erasmus MC te werken. Het Erasmus MC is een van de grotere ziekenhuizen hier in Nederland. En een ziekenhuis die heel veel bereikt wat betreft de studies en wat betreft onderzoek doen. En zeker de strijd aangaat tegen kanker. En daar ben ik erg trots op.